Ja, Kerry, zitten we dan hè, in Schiedam. Terwijl je eigenlijk in Duitsland hoort te zitten, hè, hoort te spelen. Maar zoals bij iedere sport ligt het stil. Hoe kom jij je dagen door? Ja, eigenlijk veel spelletjes doen. Ik doe veel met mijn kleinste zusje, die is ook thuis. Met mijn ouders en ja, een beetje trainen, hardlopen. We hebben een programma meegekregen van de club, dus ja. Ik zit niet stil. Nee, want je speelt in Dortmund, hè, vlakbij de Nederlandse grens. Hoe is de situatie daar? Is dat vergelijkbaar met hoe het hier in Nederland is? Volgens mij is het in Duitsland wel een beetje vergelijkbaar. De data zijn iets anders, dus daar loopt het nu tot 3 mei voorlopig. Maar volgens mij zijn de regels en maatregelen wel ongeveer hetzelfde. Ja. En op sportgebied, de competities worden dan stilgelegd. Dan wordt er bij de mannen een kampioen uitgeroepen en bij de vrouwen niet. Kan je uitleggen hoe dat zit? Want voor mij is dat heel bizar. Ja, dat is op dit moment wel een gevoelig puntje natuurlijk. Het is voor ons heel erg zuur dat er geen kampioen is aangewezen. We hebben vanaf speeldag 5 tot speeldag 18 op plaats 1 gestaan. En dan wordt de competitie afgebroken. En dan is het gewoon heel zuur dat dat precies dit seizoen is. Het ging super lekker. We stonden bovenaan. We zaten in de Final Four van de beker. En ja, dan wordt er bij de mannen wel een kampioen aangewezen en bij ons niet. En ik vind het gewoon vreemd dat in dezelfde sport, in hetzelfde land, daar een onderscheid in wordt gemaakt. Maar ja, we hebben er vrij weinig over te zeggen. Dus ja, we moeten het accepteren. Jullie hebben wel een statement, om even tussen aanhalingstekens te zeggen, gemaakt. Ja, we hebben met het team een fotopertje op Instagram gepost met z'n allen, met een baard. Ja, dat is natuurlijk met een knipoog. En dan hebben we erbij geschreven, als we een man waren, waren we nu kampioen geweest. Maar dat was natuurlijk meer voor de grap. En dat is nu in Duitsland een beetje ontploft. Ja, we hebben wel de aandacht gekregen. En ja, ik hoop dat we nu, ja. Ja, we kunnen er vrij weinig aan doen. Ik denk niet dat ze het nog gaan terugdraaien. Maar en als ze terugdraaien, kan je dan blij zijn? Of is het nu al eigenlijk al een beetje verpest? Nou ja, het was sowieso natuurlijk al verpest. Je wil zo'n titel winnen, is natuurlijk altijd anders. Je wil natuurlijk het liefst gewoon tot het einde spelen. En ik denk dat we dit seizoen echt een grote kans hadden gehad om kampioen te worden. En dat maakt het vooral jammer dat je niet echt die titel kan winnen door gewoon te winnen. En, maar ja, een titel blijft een titel. En hoeveel wedstrijden moesten jullie nog? 8. We hadden 18 gehad. En bij de mannen was het 8. Ook? Nou, de mannen hadden volgens mij in verhouding iets meer gespeeld. Maar die hebben ook sowieso meer wedstrijden. Maar daar kon ook alles nog gebeuren. Die moesten ook nog tegen de nummer 2 en de nummer 3. Dus ja, dat is in dat geval een vreemde situatie dat daar wel een kampioen is en bij ons niet. Ja, even dan tot slot uitleggen. Er is een overkoepelende bond in Duitsland, maar dat zijn dan weer twee takken, de mannen en de vrouwen. En die hebben allebei iets anders besloten. Ja, volgens mij heeft de bond, echt de handbalbond, heeft advies gegeven om gewoon vast te houden aan de stand die nu was. Dus gewoon nummer 1 is kampioen. En dan hebben de mannen hebben daar aan vastgehouden en de vrouwen hebben anders besloten. Omdat wij dus nog bij Bietigheim uit moesten spelen, bij de nummer 2. En op grond daarvan hebben ze gezegd, nou, die hadden jullie ook kunnen verliezen. En omdat we maar 1 punt voor stonden, zijn jullie nu geen kampioen. Maar dat is wel de absolute topclub in Duitsland altijd geweest, toch? En jullie zijn er eigenlijk dit jaar een beetje boven komen drijven. Ja, het was altijd Bietigheim en Thuringen. En vorig jaar is Bietigheim kampioen geworden. En ja, Bietigheim moest ook nog uit bij Thuringen. Dus ja, er zijn allemaal factoren. Je kan het op allerlei verschillende manieren bekijken. Maar ja, dit seizoen hebben wij eigenlijk heel de tijd vanaf dag 1 bovenaan gestaan. Ja, jij bent vanuit Kopenhagen dan naar Dortmund gegaan om dichter bij huis te zijn ook, hè, om dichter bij Nederland te zijn. Had jij verwacht dat jullie zo'n stap zouden maken, ook sportief gezien, dat jullie gewoon om de titel mee zouden doen? Nee. Ik wist wel dat we een goed team kregen, dat ze echt versterking hadden gehaald ten opzichte van vorig jaar. En ja, we hebben natuurlijk ook een nieuwe trainer gekregen en in de voorbereiding was het allemaal nog echt zoeken en wennen en liep het helemaal niet zo goed. Dus het was wel echt een verrassing dat het, ja, vanaf de eerste dag eigenlijk zo goed heeft, ja, alles samen is gekomen en dat het gewoon echt lekker liep. Ja, want wat een jaar dat voor jou geweest, hè? Wat een seizoen. Ja, wereldkampioen, Duits kampioen, misschien de beker. Ja, het lekker geweest. Zit je ook in de beste fase voor jezelf? Voel je ook het beste? Gaat het dan ook voor je gevoel vanzelf een beetje? Nou, ik was persoonlijk ook wel echt in vorm. Ik scoorde veel, ik kreeg veel speeltijd, dus ja, voor mezelf is het ook wel jammer dat dit seizoen dan is afgebroken. Ook als je kijkt, dit in de zomer natuurlijk Olympische Spelen, je zit goed in je vel. Ja, dat dat dan allemaal weer een jaar verschoven wordt, moet je maar weer zien of volgend jaar ook weer die vorm hebt. Was dit de kans voor jullie om Olympisch kampioen te worden?
Nou, we hebben dat natuurlijk in 2016 ook heel erg. Toen wonnen we voor het eerst een medaille op het WK. En toen lag de druk heel erg bij ons. Van, nou, nu kunnen we op de Olympische Spelen ook wel een medaille winnen. Toen werden we natuurlijk net vierde. Dus dat was echt een super grote teleurstelling. Dus misschien is het ook wel goed dat de druk nu even eraf gaat. En dat het verschoven wordt naar volgend jaar. En dat we dan gewoon lekker kunnen handballen. En niet met die druk zitten van, we zijn nu wereldkampioen. We moeten nu ook Olympisch kampioen worden. Maar... ja, zaten ja, wel een lekkere... Jaar, ook volgend jaar ben je wereldkampioen. Ja, dat is waar. Maar dan is er wel weer een EK waarschijnlijk geweest. En ja, ja ik hoop natuurlijk dat we het kunnen, maar we zullen het. Want jullie hebben met het Nederlands team medailles gehaald altijd bij grote toernooien. Uiteindelijk dit jaar, in 2019 dan eindelijk de gouden. Ja. Zijn jullie ook een soort van... Want ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment ook iets in de groep dan sluipt van... Als je weer een finale moet spelen of een halve finale van, och, het zal toch niet weer misgaan, laten we het nu een keer pakken. En als je hem dan een keer hebt, dat je dan een soort barrière door bent. Ja, misschien wel. Maar ja, we zaten natuurlijk ook daarvoor al helemaal in 2015 wel steeds tegen. We hebben echt tegen die medailles aangezeten en dan pak je hem. En dan op de Olympische Spelen een jaar later weer net niet. Maar ja, het is wel iets waar je de hele tijd tegenaan zit te hikken. En eigenlijk dit jaar hadden we helemaal niet verwacht... Misschien wel om de medailles mee te spelen, dus dan is het... Misschien speel je dan wat vrijer en ja, ook omdat er natuurlijk een paar grote namen gestopt waren, krijgen andere meiden een kans. En ik denk dat het gewoon nu helemaal, ja, alles op zijn plek viel. We hebben natuurlijk niet alle wedstrijden goed gespeeld. We hebben gewoon de goede wedstrijden op het goede moment gewonnen. En ja, dan word je wereldkampioen. Ja, want hoe vaak denk je daar dan terug? Heb je daar misschien nu, dat je in een soort van, volgens mij moest je geloof ik een week of twee weken later alweer met je club aan de slag. Is ja. Er dan nu ook een moment dat je even dat kan beseffen, dat je erover na kan denken? Nou, op dat moment zelf inderdaad, word je heel erg geleefd en moet je gelijk weer terug naar de club en zijn er weer andere dingen. En nu, als ik dan soms beelden terugzie van die penalty en ja, dan krijg je wel kippenvel weer. Dat is bizar, want ik wist helemaal niet wat ik zag. Want het was, toch? Had jij gelijk door wat er aan de hand was? Nee. Ik eerst stond natuurlijk 5-4 en toen kwamen ze weer helemaal terug. En toen was het spannend en toen hadden zij eigenlijk nog de kans om te winnen. En toen gebeurde er iets dat zij in die cirkel sprong. Maar ik dacht, ik zat toen volgens mij op de bank. Of ik stond in ieder geval niet ergens op het veld dat ik goed kon zien wat er gebeurde. Dus ik wist niet... Maar toen ze een rode kaart kregen, wist ik wel gelijk dat het een penalty was. Ja, en toen dacht je ook van, ja, we zijn 1 seconde verwijderd van de wereldtitel. Ja, als Lois hem erin schiet, dan wel ja. Maar ja, ze kan hem natuurlijk ook missen en dan ga je de verlenging in. Had je in haar schoenen willen staan op dat moment? Nee, echt niet. Ik ben niet zo'n type, zij kan heel goed cool blijven, maar ik had dat echt, nee. Ik zou echt, dat zou ik niet kunnen. Nee, wel voor altijd de nationale held. Ja, of voor altijd de... Die penalty gemist heeft. Ik kan me voorstellen dat jij je heel erg verheugde op die wedstrijd in Ahoy tegen Spanje. Ja. Spanje, nota bene, kwalificatiewedstrijd dan nu. Ja. In een uitverkocht Ahoy, bij jou in de buurt. Ja, precies. Ja, gewoon hier om de hoek en helemaal uitverkocht. Gewoon binnen 2 uur volgens mij. En tegen natuurlijk de WK-finalist. Dus dat zou echt super mooi geweest zijn. En dat is wel echt heel jammer dat het nu niet door kan gaan. Want kan jij je voorstellen hoe het gegroeid is ook, de handbalsport. En dan voornamelijk bij de vrouwen. Hè? Jullie presteren natuurlijk. En dan zie je, ja, ik denk dat 5-6 jaar geleden had Ahoy echt niet uitverkocht. Nee, toen speelde in de Rotterdam Topsport. Nou ja, dat en die was niet eens uitverkocht. Ja. En sinds we die medailles... zijn gaan winnen, is het wel gegroeid. Maar nu sinds we natuurlijk wereldkampioen zijn geworden. En dan zouden we ook nog tegen Spanje spelen. Dus ja, dan zou het natuurlijk helemaal gekhuis zijn geweest. Hoe zit het financieel gezien met jouw club? Wij hebben natuurlijk geluk dat we bij de voetbal eraan zitten. Ja. En de financiële problemen bij Dortmund zijn er niet. Dus wij krijgen gewoon 100% uitbetaald. Lekker. Dus dat is lekker. Gewoon hier thuis zitten. En natuurlijk had ik liever getraind en gespeeld. Maar ja, het is wel lekker dat je... Ja, dus wat dat betreft geen zorgen. Nee, dat is wel echt heel fijn. Ja, dat is wel heel fijn.